Ik ken geen ander land waarvan het zorgstelsel onder de sluier van onwetendheid duidelijk beter is dan het Nederlandse zorgstelsel. Heeft Nederland het beste zorgstelsel? Je kunt je afvragen of dat wel een zinnige vraag is. Want als het beste zorgstelsel zou bestaan, zou dan niet elk land het gekopieerd hebben. Er bestaat wel een jaarlijks terugkerende internationale ranglijst, waarin 37 Europese landen worden vergeleken. En daar scoort Nederland al jaren met stip nummer 1. Maar het probleem met dat soort ranglijstjes is dat zorgstelsels verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld goede gezondheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid. En hoe meet je dat? Er zijn verschillende indicatoren en criteria voor. En die moet je dan ook weer wegen. Dus de beoordeling van een zorgstelsel hangt af van de criteria en de gewichten. En zo kun je op verschillende beoordelingen uitkomen. Maar zo'n beoordeling hangt ook af van normen en waarden. Van de opvattingen over solidariteit. Die verschillen tussen mensen, tussen landen. En afhankelijk van je gezondheid en inkomen kun je een zorgstelsel anders waarderen. Laten we daarom eens een gedachte-experiment doen. Kunnen we onder de sluier van onwetendheid een land aanwijzen waarvan het zorgstelsel duidelijk beter is dan het Nederlandse zorgstelsel? En die sluier van onwetendheid betekent dat u niet weet welke positie u in de samenleving inneemt. Denk daarbij aan uw gezondheid, inkomen, familie, leeftijd. Laten we dan de 200 landen ter wereld eens vergelijken. Voor de meeste meerderheid van de wereldbevolking geldt no pay, no cure. Geen vooruitbetaling, dan ook geen zorg. In de lage inkomenslanden betalen mensen zelf gemiddeld 60% van de totale kosten uit eigen zak. In middeninkomenslanden is dat 40% en in de rijke landen 20%. Maar in Nederland is dat minder dan 6%. Voor de meerderheid van de bevolking in de lage inkomenslanden bestaat een grote ongelijkheid en tweedeling in de zorg. Maar dat is ook het geval in rijke landen. In veel rijke landen hebben een zogenaamde National Health Service, een nationale gezondheidsdienst. Maar in die landen kopen veel mensen vrijwillig een particuliere verzekering met als enig doel om de lange wachtlijsten in het publieke systeem te vermijden en betere zorg in privéklinieken te krijgen. En daarvoor hoeven we echt niet ver te reizen. Neem Ierland, op een uurtje vliegen van Nederland. Daar heeft de meerderheid van de bevolking zo'n particuliere verzekering. In Australië is dat 40%. Dit staat in schril contrast tot Nederland, waar extra betalen voor voorkruipzorg wettelijk verboden is. Chronisch zieken in Nederland hebben, ongeacht hun inkomen, toegang tot een breed pakket goede zorg met acceptabele wachttijden. Nederland kent een hoge mate van solidariteit. Mijn conclusie is dat ik geen ander land ken waarvan het zorgstelsel onder de sluier van onwetendheid duidelijk beter is dan het Nederlandse zorgstelsel. Koning Willem-Alexander had gelijk toen hij in de troonrede vorig jaar sprak: Nederland heeft een van de beste en meest toegankelijke zorgsystemen ter wereld. En hoewel het niet moeilijk is om allerlei kritiek te hebben op ons zorgstelsel, denk ik dat er toch geen realistisch alternatief is. Laten we niet de problemen verheerlijken, maar ons zorgstelsel koesteren.